In mei riepen de Milieudienst en de Gezondheidsdienst van de stad Gent samen met Eva VZW donderdag uit tot Veggiedag. Ze vragen de Gentenaars om eenmaal per week vegetarisch te eten. De stadsdiensten, de stadsscholen en de kinderopvang geven het goede voorbeeld. Leerkrachten kregen ook een infopakket waarin ze meer leren over de voordelen van vegetarisch eten. Het is belangrijk voor het milieu en voor de gezondheid. De productie van vlees is verantwoordelijk voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen die leiden tot onze klimaatverandering. In België eten we nogthans zeer veel vlees. Wij zijn van de grootste vleeseters van Europa, eten te veel vlees en te weinig groente en fruit. Nochtans kan je door minder vlees te eten een heel positief effect op je gezondheid hebben. Ook je vermindert het risico op hart- en vaatziekten, op overgewicht, op diabetes, ook op sommige kankers. Ook kinderen vanaf 18 maanden mogen vegetarisch eten en dat begint in de kinderopvang van de stad Gent. Het is wel een beetje wennen, maar er wordt zeker en vast voldoende gegeten. Meestal hebben wij zelfs een paar ouders gehad die ook wel vegetarisch thuis eten, wat voor ons eigenlijk wel een verrassing was. Dus eigenlijk ja, heel positief. De redenering dat een maaltijd zonder vlees een onvolwaardige maaltijd zou zijn, die redenering klopt alvast niet. Wat brengt vlees binnen in onze maaltijd? Dat is vooral de bron voor de eiwitten, voor de vitamine B12 en ook ijzer. Ijzer dat kunnen we bijvoorbeeld vinden in groene groenten, in peulvruchten en in noten. De eiwitten daarentegen die vinden we dan in de peulvruchten, de rijst, de granen, sojaproducten en dergelijke. Vitamine B12 halen we uit kaas, eieren, melk, yoghurt en ook uit tempeh. Dus als we die zaken vervangen, dan hebben we inderdaad een volwaardige maaltijd. Ook in Hotelschool Gent serveren ze elke donderdag een vegetarische dagschotel. De leerlingen bereiden de maaltijd ook zelf. Maar donderdag Veggiedag is meer dan één dag in de week vegetarisch eten. De leerlingen leren ook meer over vegetarisch koken in de les voedingsleer. En in de toekomst zullen ze les krijgen over vegetarisch koken op gastronomisch niveau. De leerlingen krijgen lessen in het vak PAV-project Algemene Vakken over onder andere duurzame landbouw, biodiversiteit, biologisch eten, biologische landbouw. Zij doen ook bedrijfsbezoeken, althans die bedrijfsbezoeken staan gepland. En ook is er een zeer grote aandacht voor gezondheidsbeleid in het algemeen, waarbij wij focussen op voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding. Eigenlijk nog mee, dus wel oké, wijs voor zoiets mee te maken. Juist sommige dingen erin zitten, niet iedereen, maar ja, dus de makkelijkste manier voor dat te leren eten. Het is lekker, hè. Het is hier iets anders, hè. Op school vind ik dat wel een keer leuk dat ze dat willen doen en zo. Dat je ook een keer andere smaak krijgt. Meer info over veggie krijg je bij Eva VZW op 09 329 68 51. Meer info over donderdag Veggiedag in Gent krijg je bij de Milieudienst op 09 268 23 29. Algemene info over catering op school krijg je bij het Departement Onderwijs en Opvoeding op 09 268 20 22. En wil je eens een menu uitproberen? Surf dan eens naar hotelschoolgent.be. De agenda nu. In de bibliotheek aan de Zuid in Gent kan je naar de Paarse Zetel lezen. Griet Pauwels interviewt dichter Peter Holvoet Hansen. Het Gentse stadsbestuur trekt van wijk naar wijk voor de wijkdebatten. Donderdag 22 oktober is Zwijnaarden aan de beurt. Op zondag 25 oktober zet het Stadsarchief de deuren open. Zo kan je onder meer een geleid bezoek krijgen in de depots van het Stadsarchief en de dienst Stadsarcheologie. Dit was Stads TV Gent. Je kan de uitzending herbekijken op gent.be. En Gent Info helpt je graag verder met vragen op 09 210 10 10.